Zo, we hebben hier een product in een beslagje gemaakt en kijk eens wat we op onze bordjes hebben. Proteïne pancakes, proteïne pancakes, hé. Die van Jim is wat kleiner. Ja, Joost, zoals altijd, hè. Joost heeft al gesnoept, dus hier zit er weer je extra proteïne in. Dat kan je wel weer gebruiken. De smaak die we trouwens hebben genomen is strawberry. Nou ja, aardbeien, pannenkoek-achtig. Ik ben heel benieuwd, Joost heeft al geproefd. Was het lekker? Het was heerlijk, man. Ik vind hem echt oprecht lekker. Ik ga hem eventjes proberen met de Nutella, want... Dat jij ook erop, toch? Ja. Dan neem ik je ook. Wij hebben allemaal erg veel honger, moet ik zeggen. Dus, het is ook, het is ook pas 10 uur. Ja, ik heb nog niks gegeten. Even dus. Lekker smikken hoor. Even lekker smikken. Ja. Wij gaan straks naar het strand, dus tot zo op het strand. Na zo'n pancake lust ik toch wel even zo'n grenade apple, hè? Tony? Nou, doe het maar in die beker. Ik denk dat dit echt... Gaat open. Wacht, kijk eens even achter ons. Oeh. Kijk eens even achter ons. Dit is toch wel, ik denk, een van de beste plekken waar we ooit gestaan hebben om hier... Oh, te scoopen. Scooper. Ja, dat is de wind hoor, dat doen wij niet. Kijk, dat is een toppertje. Neem gewoon zo. Kleintje. Ik neem ook nog even deze erbij. Ha. Zo. Want wat hebben wij hier? Creatine is tot zondag. Mm-hmm. 10% korting. Mm-hmm. Dus jij hebt ook een beetje creatine, of niet? Geef maar een scoopje creatine, bro. Maar het wel alle kanten op, dames. Kijten. Even niet op letten. Kijk, hè. Wat? Oké. Okay. Gisteren mocht je dit wapen bij iemand anders doen. Ja, dat was wel grappig. Mm. Jongen, ik weet niet welke beker van wie is. Maakt ook allemaal niet uit. Maakt ook allemaal niet uit. Dus deze is van mij. Ja, oké, ik heb uit jou de beker gekozen. Oké, maar niet uit. Weet je wat ik doe? Joost en ik komen dan even, als jij hem even open doet, dan maak ik hem ook even voor jou. Wat zei je nou? Jongen. Hey, Olaf. Even voor jou, streepje, joh. Ja. Nee, ja, deze. Hoe is creatine, bro, of niet? Ja, doe er maar bij, joh. Kijk, alles erin. Creatine, alles. En een workoutje erin. Lekker. Ja, dus dan heb je eigenlijk elk groeischoolproduct heb je al binnen voor 12 uur. Oh, niet gek. Klopt. Zo, joh. Dat is wel heel weinig, maar ja, we doen het, we doen het. Jongen, gek. Maar even nog 10 seconden genieten van dit uitzicht. Want kijk eens even, wat een uitzicht. Hier gaat hij wel snel inwerken, denk ik. Ja, is die is van mij? Ja. Even een groei. Hey! We hebben een nieuw gymmetje gevonden, dus we gaan even kijken wat hier te trainen valt. We gaan chest trainen. Iemand heeft wat parkeerproblemen, maar ik ben er ook. We gaan chest trainen en dat komt goed. Tot zo binnen. Allereerste oefening, bench press. Nou, nieuwe gym, dus nieuwe gewichten. We gaan zo even uitproberen. Wat we kijken wat we hier uit kunnen halen vandaag. Nog gewoon gewichten, dus zoveel verschil is het niet. Ah, zo. Oh. Zit hij er weer op? Zo. Okay. Ja, smijt altijd, bro. Smijt minder met die dingen, jij. Bro, lichter gewicht. Het voelt allemaal nogal zwaar aan. Hij is deze 25. Oh, is 25 al? Ja, ja dat voel je wel. Het zijn rood, het is 25. Zo. Lekker pikkies. Back on the grind, there he goes. Tijd fit, Joost? Gaat steeds makkelijker, man. Dat is wel lekker. Tijd fit, Joost? Tijd fit? Jij weer, gaat zo. Oké, gaan we gelijk komen. Ja, dat voelt wel even anders. Ik denk dat het wel nog een proteïne pancake kan gebruiken. Volgende oefening. Fly. Eén plaat. De borst. Je kan hem op verschillende manieren pakken. En dus één fly vanaf deze hoogte, vanaf schouderhoogte, trekken we hem naar elkaar toe. En die gaan we hier doen. En zo pak je dan. Gooi die zijkant van je borst mee. Ah. En dit is echt niet een oefening waar je sterk van wordt. Dus maak zeker even 10 tot 12 herhalingen minimaal. Succes!
succes. Stel jongens, je gaat dadelijk de herfst-wintermaanden in en je gaat meer focussen op kracht. Dus je gaat bijvoorbeeld benchen, 4, 5, 6 herhalingen. Puur om die PR's even omhoog te krijgen. Dan is zo'n fly-oefening, een isolatieoefening, is daarna nog goed om te doen. Zodat je alsnog optimale spiergroei realiseert en die chest kapot maakt. Dus niet alleen focussen op kracht, maar vervolgens nadat je hebt gefocust op kracht, ook nog even een kleine focus zet op die spiergroei. Ja, Joost, en hoe combineer jij nou dat editen, je met werk, zo'n rug. En met een kromme rug? Ik heb een staantafel, man. Okay. Ik doe gewoon en dan gaat hij en dan sta ik gewoon lekker te editen. Nu ik bijna meer dan 50% sta ik. En ik heb best wel een chillie bureaustoel waar ik gewoon achterover zit. Ik let ook altijd op gewoon met mijn schouders en shit en gymmen toch. Gewoon naar achter. Ben je wel bewust van het zonder leven? Als ik zo op straat loop, is het veel zelfverzekerder dan dat ik zo loop, toch? Ja, en het sporten, dat houdt je natuurlijk ook de stijfheid weg. Ja, zeker. Gaan we even oefeningen doen. Gaan we even een setje doen, hoor. Hey, we zijn wel trots op onze Joost, hè? We zijn eerlijk, je is consistent aan het knallen, man. Dit is ongekend. Let's go. Toch iets te zwaar gekozen voor deze. Kan ook gebeuren. Ik denk dat wij aardige push day weer. Aardige push day hebben. Ja, ga je nog wat doen vandaag, Twan? Ik ga denk ik even weer terug naar het strand. Kunnen we dat niet op camera? Die Twan die heeft altijd plannen, jongens. Die Twan gaan weer, we gaan weer aan het werk. We gaan weer aan het werk. Dat is Joost. We gaan altijd weer aan het werk. Zo. Oh, mocht je niet zeggen hè, dat ik de pot onder had geproefd. Hier zo op de Sport City. Hey, vonden jullie wat nou van deze video? Laat het even weten. Ook wat jullie nog meer willen zien, want we nu natuurlijk veel meer van voeding laten zien. Voeding, trainen, vragen over eigenlijk alles op het gebied van fitness. De hele mikmak. Laat het gewoon weten en we proberen jullie zo goed mogelijk te helpen. Ja. Wij gaan even lekker genieten van de mooie nazomer. Ik zeg, houdoe en tot ziens! Ciao.